PSV-icoon Fons van Wissen is overleden. Hij speelde 9 seizoenen in het shirt van de Eindhovense club en maakte als rechtshalf deel uit van de ploeg die PSV in 1963 kampioen maakte. Fons van Wissen was 2 jaar geleden nog bij een reunie van het kampioenselftal van 1963 om oude herinneringen op te halen. De mooiste herinnering is het kampioenschap van 1963. Toen werden we kampioen thuis de wedstrijd tegen Ajax. Die wonnen we 5-2. En dat was fantastisch. Toen maakte Lambert Maassen de eerste goal. Keertje Hoen de tweede goal. En dan Wimke Wolvers, dacht ik. Dan Lambert Maassen weer en Geertje Hoenen. En die wedstrijd wonnen we met 5-2 en dat was geweldig. Na zijn voetbalcarrière startte hij een sportzaak aan de Kruisstraat in Eindhoven. Een andere passie waar hij na ruim 40 jaar mee stopte. Een schoentje dat ik kan beginnen met voetballen en als hij zich ontwikkelt, kan dat altijd veranderen. Ja. En dan kunnen we ook rekening houden met het kleurtje. Het feit, vanwege mijn leeftijd moet je toch verstandig zijn en de adviezen van mijn kinderen volgen. En ook het feit dat de lichamelijke toestand is nog goed, maar je hebt soms door het harde werken en het bewegen rugklachten. En ook de huisarts zei, Fons, ga nou een beetje genieten en stop met de zaak. Fons van Wissen speelde 30 keer in het shirt van het Nederlands elftal. Hij is 82.